Hij wreef over de kaas als wij over onze buik wrijven. Heel liefdevol. Deleuze présente 4 consommatrices très critiques qui mangent pour deux, 5 producteurs et une avalanche de questions sur leurs produits. Je sais pas que string ben geweest. Je peux comprendre qu'il était un peu stressé. Gezonde spanning. Bienvenue dans le test des futures mamans. Goeiedag. Ja, dat was super ongemakkelijk. Het was echt, echt voor een jury. Wel grappig. Helemaal in tenue. Ja, dat was wel een beetje grappig. Gaat het goed met jullie? Est-ce qu'on peut dire que le fromage c'est bon pour nous, pour les femmes enceintes? Deze, ja. Mijn naam is Robert Jansen en we zijn hier in het kaaspakkenhuis van Deleuze. Dus wij hebben uiteindelijk een kaas ontwikkeld zonder die bewaarmiddelen en zonder kleurstoffen, zodat die kaas zo natuurlijk mogelijk is. Het is gemaakt van melk en niet veel meer. Ik bedoel, dit is hoe goudse kaas bedoeld is. En daar zijn we trots op. Ja, absoluut. Om kaas te maken heb je niet heel veel meer nodig dan een paar ingrediënten. Dus het begint met melk. Daar doen we een beetje stremsel bij. En wat doet stremsel? Die maakt dus eigenlijk van de melk vaste deeltjes. En dat kan je hier zien. We noemen dat vrongel. Dit is eigenlijk al hele jonge kaas. Het vloeistof gaat eruit en de vrongeldeeltjes blijven over. En daar persen we kaas van. En als die kaas geperst is, dan gaat die het pekelbad in. En daar ligt hij x aantal uren in. Een beetje afhankelijk van het type kaas die je maakt. Mais ça reste toujours un peu flou parce que quand on va sur l'étiquette, je vois beaucoup de choses et je ne sais jamais ce que c'est vraiment. Ça nous a permis de vraiment comprendre comment était fabriqué un fromage. Zitten er in uw kaas geen bewaarmiddelen? Nee. Jullie zien deze kaas, die is helemaal beschermd, alsof die een soort van jas aan heeft. Op het moment dat je de kaas gaat aansnijden, komt die kaas als het ware bloot te liggen. En dan is die kwetsbaar. Om de kaas dan toch nog een bepaalde houdbaarheid mee te geven in de verpakking, doen we de verpakking wel begassen. Ja, gassen, ik weet niet, dat klinkt zo niet echt supergezond. Die begassing is eigenlijk met name nodig om het zuurstof uit de verpakking te drijven. De zuurstof is eigenlijk heel goed voor bacteriën om zich te ontwikkelen. Die gassamenstelling doet eigenlijk verder helemaal niets met het product zelf. En dat is ook bewezen en onderzocht, dus daarover hoeft u zich zeker geen zorgen te maken. Oké, je kunt Google opzoeken, maar altijd leuk als iemand u dat gewoon even kan vertellen. Et est-ce qu'on peut manger la croûte de votre fromage? Het is niet lekker, dus wat dat betreft zou ik het niet adviseren om het op te eten. Dus ik zou dat jasje lekker uitdoen en het binnenste lekker opeten. Votre fromage, il est vraiment pasteurisé, donc on peut vraiment vous faire confiance. On peut en manger, il n'y a pas de risque. Quoi. Ja, de melk is gepasteuriseerd. Bij deze type kaas persen we het vocht eruit, waardoor de kaas ook wat harder is. En juist het vocht in de kaas brengt een extra risico mee op bepaalde bacteriën die dus heel schadelijk kunnen zijn voor het kindje. En le lait que vous utilisez pour faire le fromage, il vient d'où? Van de koe. Ja, oké. De boer die de koeien houdt, melk levert met de claim bij de melk. We moeten eigenlijk voor zorgen dat die koeien minimaal 120 dagen per jaar in de weide staan. En dan minimaal 6 uur per dag. En voor de rest vooral heel veel liefde. Wat dat betreft is het net als een kindje grootbrengen. Hij wreef over de kaas als wij over onze buik wrijven. Heel liefdevol. Vous avez des enfants? Ik heb er 1 kindje. Eet uw zoontje ook kaas? Ja, dat probeer ik wel ook te stimuleren. Hij vindt het wel lekker, ja. Met name jonge kaas. Kinderen vinden jonge kaas lekker. Is niet zo heel straf qua smaak. Zouden we zelfs een stukje mogen proeven? Altijd. Ik doe het eventjes hier. Ja, leuk. En donc ce fromage, il a combien de mois? Deze voor de Deleuze doen we op 6 weken. De oude kaas, gewoon eventjes om te vergelijken. Een jaar. En dan heb je ook nog overjarig brokkel, noemen we dat. Dat is een hele oude kaas. Als je daar... Ça, c'est pour les hommes, quoi. Ja, je moet een hamer en een beitel in zetten, laten we zeggen. Dan brokkelt hij uit elkaar. Een heel straf kaasje. Dat begint een beetje tussen 1,5 jaar tot 3 jaar oud. Ja. Oh, dat is wat? Ja, dat is een pijnlijk afscheid. Daar heb je 3 jaar lang voor moeten zorgen. Dat is alsof je kind het huis uitgaat of zo, denk ik dan zoiets. Of naar school gaat. Maar het is vraiment chouette de voir cette énergie et cette fierté du produit. C'est génial. Alsjeblieft. Plaatje past wel, vond ik. Met zijn enthousiaste uitleg, eerlijke uitleg over hoe dat gemaakt werd. Nee, het doet me deugd dat de vrouwen een goedkeuring hebben gegeven. We gaan met een gerust hart weer terug naar Nederland om goed voor onze kaas te zorgen.
Dolez, du côté de la vraie vie.